Vandaag ontmoet ik Diana Ransla. Ze zingt, ze dirigeert meerdere koren en arrangeert muziek voor onder andere de musical over het leven van Johan Cruijff. Muziek is haar lust en haar leven. Ze groeide op in de Enschede en heeft alle zekerheid daar achter zich gelaten en is verhuisd naar Amsterdam om haar muzikale droom te verwezenlijken. Ja, ik ben benieuwd, hoe is dat om alle zekerheid achter je te laten en was dat het waard? Ja, hallo dan! Hey, Diana! Dankjewel, dankjewel. Nou. Kijk eens, nee, je hebt gewoon een vleugel in huis. Ja, dat klopt. Ja, ik moet er altijd even achter zitten. Ik heb jarenlang conservatorium gedaan. Oh ja, nou ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd. Ja. Och hemel. Dat doet eigenlijk iedereen die eigenlijk geen piano kan spelen, die achter een piano gaat zitten. Wat gebeurt er nu met je? Nou ja, ik krijg er wel een beetje kriebels van, moet ik eerlijk zeggen. Niet per se goede kriebels. Dus, ik moet hier ook helemaal niet zitten. Dit is jouw plek. We gaan schuiven. Ja, oké. Okay. Nou ja, dit is mijn werkplek. Dit hier is zit jouw ik dan werkplek. Zo een beetje te... Ja, want jij zingt en dirigeert, daar kan ik me wat bij voorstellen, maar jij arrangeert. Hoe gaat dat? Ik kan me daar geen beeld bij maken. Ja, nou in principe... Ik zie programma's openstaan. De componist van de musical die heeft nummers gemaakt en die heeft hij op gehoor gemaakt. En aan mij de vraag om al die liedjes uit te schrijven. Dus ik krijg allemaal losse lijntjes van hem met allemaal ingezongen stemmen. En die moet ik dan op papier zetten, zodat er uiteindelijk een muziekje, een sheet uitrolt. Neem ons eens mee. Nou ja, dit is bijvoorbeeld uit de musical. Dit is Hosanna. Nou, maar ik tel even, dat zijn 6 lijntjes. Ja, dat klopt. En dan, nou ja, ik luister daarna en vervolgens schrijf ik al die 6 lijntjes hier in een muzieknotatieprogramma, schrijf ik die op. En dan heb jij hier ook nog... Ken je hem? Ja, Man in the Mirror. Ja. Heb jij dat voor Michael Jackson geschreven? Nou ja, was het maar waar, maar helaas. Toen eens doen? Nou ja, tuurlijk. Je kent hem. Je kent hem niet, ja. Een beetje. Even het refreintje. I'm starting with the man in the mirror. If you wanna make the world a better place, take a look at yourself and then make a change. Zullen we maar een kopje koffie doen eerst? Oh, kan je mooi zingen zeg. Nou, bedankt. Niet normaal. Ja, koffie vind ik een goeie. Juist. Jij bent opgegroeid in een muzikale legerzeilsfamilie. Mm-hmm. Best wel een beschermde omgeving, stel me voor, denk ik, toch? Ja, zeker, ja. En dan Enschede en dan verhuis je naar Amsterdam om voor die muzikale dromen en dat te verwezenlijken. Ja. Hoe is dat om dan die zekerheid achter je te laten? Nou ja, dat is best spannend. En zo'n stap die neem je ook niet, dat gaat niet over 1 nacht ijs natuurlijk. Dus, maar ik heb het gedaan en ik ben die kant op gegaan. En ja, van Enschede in 1 keer naar Amsterdam, de grootste stad van Nederland. Heel veel verschillende culturen, heel veel toeristen ook. En ja, toch een beetje uit je inderdaad beschermde omgeving als klein meisje naar de grote stad toe. Want Bolter, jouw man is ondernemer. Nou, dat is, dat kan ook onzeker zijn. Jij bent zzp'er. Ja. En dan hebben we ook nog eens... corona, een super onzekere tijd. Ja. Jij zingt, dirigeert, dat is allemaal op een podium, ging allemaal niet door. Ja. Hoe was dat? Nou, dat weet je, in het begin denk je nog van, nou, het is leuk om even een beetje vakantie te hebben. Maar ja, niet wetende dat natuurlijk 2 jaar zou gaan duren. Dat, dat je niet kan doen wat je ten diepste wil doen. En valt alle zekerheid weg, alle geplande optredens en dat soort dingen. Wat heeft jou op de been gehouden in die tijd? Vooral de tijd die wij samen als gezin hebben doorgebracht met z'n drieën. Dat die tijd, die komt nooit meer terug. We hebben allebei een heel hectisch bestaan, dus we vliegen alle kanten op. En nou ja, Ties die beweegt zich daar zo een beetje tussendoor. Dus er is heel veel geregeld altijd en gedoe. Maar nu waren we echt met z'n drieën, gewoon 24/7 waren we thuis. En hebben we wandelingen gemaakt en we zijn lekker buiten geweest. Nou, dat heb ik bewust. Ik heb het als een zegen ervaren, ja, zeker. Ja. Heb jij dan ook bepaalde nummers gespeeld waar je dan kracht uit putt? Ja, nou, er is 1 lied dat mijn pad kruist. Het heet Blessings van Laura Story. En daar is een Nederlands vertaling van Gert van der Vijver. En het heet Verborgen Zegen. En het refrein zegt ook van, als je door je pijn en je verdriet moet... En dat was voor mij echt, door die corona-ellende heen, van het niet mogen doen waar je hart ligt...
Maar uiteindelijk wel een hele mooie, waardevolle tijd met je gezin hebben. Dat is echt een verborgen zegen dan eigenlijk geweest. Want wat als uw zegen komt door regen en uw genezing door verdriet? Wat als er slapeloze nachten nodig zijn voordat wij zien? Wat als tegenslag en pijn? Verborgen zegeningen zijn. Als we zijn verlaten of stuk geslagen door de tijd, herinnert onze pijn dat dit hier nooit, nooit ons thuis zal zijn. Diane zingt, componeert en dirigeert meerdere koren, waaronder J-Unit, het Leger des Heils gospelkoor. We gaan met haar mee naar een repetitieavond van een van die koren die ze dirigeert, het YMCA gospelkoor in Scheveningen. Yes Lord, yes Lord, yes, yes Lord. Yes Lord, yes Lord, yes, yes Lord. Yes Lord, yes Lord, yes, yes Lord, amen. Laatste regel. Yes, yes Lord, amen. Welke rol speelt je eigen geloof in de muziek die je maakt? In principe, ik ben wel van mening, je kunt de gospel niet zingen zonder dat je dat zelf in je hart zo beleeft. Dus, maar beleef je het altijd dan? Ik zit niet altijd hier qua Waar zit je geloof. Nu? Ja, ergens hier in het midden. Het is niet weg. Ik weet dat er een God is die ons gemaakt heeft, die een God van liefde is. Maar het is niet zo dat ik altijd piek en denk van, oh ja, hij is er. En natuurlijk, we hebben het erover gehad, je gaat ook wel eens door diepe dalen heen. En dan denk je, ja, hoe zit het nou allemaal? Hoe heeft u het nou bedoeld? En nou ja, dat je gewoon wat verder van dat geloof afdwaalt. Ik wil daar niet altijd blijven. Ik zou wel graag ook weer daarin wat verder weer willen groeien. En dat, weet je, dat ten diepste willen ervaren. En wat meer het nog meer in Gods handen te leggen van, oké, ja, u heeft een plan met mij en ja, we gaan zien waar het uitkomt. Doe maar. Ja, even samen proberen. Jesus, we crown jullie. Jesus, we crown jullie. 3 en. Jesus, we crown you. Bijna. Nee. Wat heeft het leven je geleerd? Nou ja, ik denk al als zoveel mensen dat iedereen wel eens gekwetst is in zijn leven. Ik ben in mijn jonge jaren best wel, in mijn 20 jaren best wel, tot op het bot gekwetst door een persoon in de relationele sfeer. Ja, dat iemand er een dubbel leven op nalen houdt, dat is wel vrij heftig. Dubbele families, dubbele kerstfeesten, dubbele huizen, alles, overal twee van. En als je daarachter komt, ja, dan valt al die vaste grond onder je voeten weg. En zekerheid weg. Ja, zeker. Ja. Dus het heeft me echt een aantal jaar gekost om daar überhaupt overheen te komen. Ik ben heel lang vrijgezel geweest. Weet je, soms moet je door die nare periode in je leven gaan. Om dan uiteindelijk te zien waar je uitkomt, dat niet voor niks is geweest. Dat ik nu op een plek ben met een hele fijne man, met een hele lieve zoon. En, maar kan je dat op zo'n manier bekijken? Nu wel. Ja. Maar nu kan ik er rustig over praten en kan ik alleen maar dankbaar zijn dat ik nu op deze plek ben. Wil je nou meer weten over geloven en zingeving? Bekijk dan de andere afleveringen op legerdeshels.nl/pit.